Dit jaar hebben we als erfgoeddag met thema Stop de tijd. We willen de mensen er een beetje attent op maken in het jachtige leven van tegenwoordig. Dat ze een beetje kunnen genieten van de dingen rondom ons. Hoe dat de tijd ook al snel vooruit gaat. Wij hebben in Diepenbeek het Wekkermuseum opengesteld. Hierin kan men 300 wekkers bewonderen. Deze wekkers zijn afkomstig van Europa, Azië en Amerika. En het wordt eigenlijk geplant onder het motto van haan tot gsm. Ook de kerk is opengesteld met een bezoek aan de toren, waar u dan de klokken kunt gaan bezichtigen. Die toren heeft hier niet altijd gestaan gehad. Een goeie 550 jaar geleden heeft de graaf een hoorn hier Diepenbeek willen innemen. En nu een Diepenbeekenaar kennende, dat gaat zomaar niet. Dat uurwerk stond hier helemaal ja, stuk en kapot. De aannemer had het ook een paar keer ondeskundig verplaatst. En zo heb ik dus dat uurwerk samen met mijn leerlingen toen gerestaureerd gehad. En daarmee werkt dat uurwerk nu nog ter illustratie van hoe het vroeger was.